Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls. En vandaag is het weer een nieuwe video. Het is vrijdag vandaag. Vrijdag de 13. Dat klopt dat. Vrijdag 13 januari. Ja, 13 januari. Om 7 uur 's avonds is het nu. En normaal gezien had ik vandaag voor jullie een reageren op video gepland. Maar ik was hem net aan het editen. En natuurlijk, de audio liep dus niet goed, niet smooth. En ik kan niet een video maken zonder dat de audio eigenlijk wel goed zit. De audio kwam eerder aan het beeld en ik kreeg het niet in weg. Dus ja, en ik heb hem perfect gebalanceerd, perfect uitgelijnd, dus ik weet niet aan wat het ligt. En ja, dus daarmee kan ik dus die video niet online zetten, wat ik heel spijtig vind voor mij en voor jullie. Dus ja, dan is dit zo'n beetje jullie alternatieve video. Niks mij reageren op, dat ga ik de volkomende tijd niet meer doen, omdat ik dan waarschijnlijk komt dan omdat er een video bij is en kwijt. Maar dit is een beetje jullie nieuwe content, reageren op content doen, dus met het liedje dus van Boef. Ik wou dus een liedje van Boef gebruiken, maar mijn editprogramma zei van nee, dat gaan we niet doen. Dus ja, dus daarom doe ik nu deze video. Ik vind het best wel spijtig dat ik dus niet die reageren op content kon doen, want het was echt wel een leuke video, vond ik zelf. Maar ja, natuurlijk als de audio en de video dus niet gelijk loopt, waar ik dus helemaal niks aan kan doen. Na 1 minuut begon dat al, dus ja, kan ik hier dus niks aan doen dat er nu dus geen reageren op content aankomt. Dus ik moet jullie doen met deze video. Ik weet het, het is misschien minder leuk, zo'n praatvideo. Maar ik heb hier dus een flesje Ace staan en we gaan dat samen reviewen. En ik heb dat open gedaan. Ik heb er al van gedronken, dus ja. Maar het is eigenlijk een review. Wat vind ik van het flesje Ace? Lekker. Echt lekker. Je proeft er wortel in. Je proeft er sinaasappelsap in. Je proeft er citroen in. Dus ja, let's go. En wat kan ik nog meer zeggen? Ik vind het echt wel spijtig dat die video van de reageer op niet online gekomen is. Niet kunnen editen eigenlijk. Dus ja, ik vind het echt wel spijtig dat Sony Vegas het zoveel brot. Misschien dat ik overschakel naar Adobe Premiere. Maar weet ik nog niet zeker. En dit is zo'n beetje mijn video. Korte video. Naar waarom dat er geen reageren op content aankomt. Maar nu deze video. En dinsdag komt het weer een paar video online. Dus ja, let's go. Waarom is er nu dus geen reageren op content aankomen? Omdat just mijn Sony Vegas het wou beslissen. Van ja, de ballen, we gaan het niet editen en ja, we gaan het niet kunnen editen en ja, de ballen, zegt hij dan. Dus ja, dit was een beetje mijn video met uitleg waarom dat ik dus geen reageer op content heb geplaatst vandaag en nu deze video. Dus ja, sorry guys, ik zie jullie guys graag terug dinsdag met een nieuwe video. Die video heb ik natuurlijk ook al opgenomen, dus ja. En volgende week vrijdag komt er mijn team update. Dus ja, let's go. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Bye bye.